Refugee Republic is een manier om heel anders naar een vluchtelingkamp te kijken. Het is een website waar je eigenlijk toegang krijgt tot dat kamp. Waarbij je als kijker zelf op ontdekkingstocht kunt gaan in de Refugee Republic. In dit geval is dat kamp Domis. Dat is een kamp in Noord-Irak. Dat ligt redelijk dicht bij de Syrische grens. En daar worden vooral Syrische Koerden opgevangen. Mensen zittend voor een tent, wachtend op hulp. Dat is het algemene beeld van mensen in een vluchtelingenkamp. Maar de meeste vluchtelingen wonen lang, soms zelfs tientallen jaren, in zo'n kamp. Allen kwamen zij berooid aan bij de poorten van het kamp. Allen kregen zij hetzelfde basishulppakket. Daarna begon hun leven hier. Welkom in Refugee Republic. Het is ook echt een republiek waar mensen eigenlijk een eigen stad bouwen, een eigen wereld scheppen. We zijn niet speciaal op zoek gegaan naar de verschrikkelijke verhalen die je meestal leest in de krant of ziet op televisie. Maar we zijn op zoek gegaan naar alledaagse verhalen. Als je alle UNHCR-logo's zou wegpoetsen uit je ogen, dan zou het veel lang duren voordat je in de gaten hebt dat je in een vluchtelingenkamp bent. Echt de thema's die voor ons belangrijk zijn in ons leven, werk, liefde, wonen, entertainment, dat hebben we daar opgezocht. Ik wou al heel lang een keer een vluchtelingenkamp bezoeken, uit een soort nieuwsgierigheid. Ik heb heel veel vluchtelingen getekend, ook hier in Nederland, ook een Syrische jongen die hier in Oude Sluis terecht was gekomen. Het is ook onderdeel van onze wereld, dus ik wou dat graag zien. Refugee Republic is een samenwerking tussen Jan Rothuizen, kunstenaar die tekent, fotograaf Dirk-Jan Visser die ook filmt in dit project, en ik die schrijf en het geluid doet. Mm-hmm. Dus eigenlijk proberen we onze ambachten te mixen en zo de kijker, de website, onder te dompelen in het kamp. Iemand die daar heel belangrijk voor is de persoon die dat technisch realiseert. En dat is Aart-Jan van der Linden. Hij is de webdeveloper, zeg maar de programmeur die het verhaal uiteindelijk op internet voor ons bouwt. Ik zal jullie even de tekening van het kamp laten zien. Nou, dit is Domis kamp, het hele kamp. En hier wonen dus ongeveer 60.000 mensen. Maar het is gebouwd voor 30.000 mensen. Het is een oude legerbasis van Saddam Hussein. Maar die is helemaal plat gebombardeerd. We weten eigenlijk niet door wie. We denken door de Amerikanen. Maar hier heb je eigenlijk, nou, dat zie je hier niet op, maar nog allemaal soort restanten van ruïnes. Maar er zit ook een hele grote wegloopter. Die zie je eigenlijk hier. Dat is die Barzaan Street. Maar die stopt dus echt hier, die gaat nergens heen. Ik kan wel even een interieur van een tent laten zien, dat is misschien wel leuk. Dit is een interieur van een schilder. Mahir heette die. En dit is eigenlijk het huisje waar we nu kijken. Dat is een beetje de voorkant van zijn tent. Dat is met houten stokken gemaakt en er is zeil mee gespannen. En hier, dit is de tent waar ze dan ook slapen en wonen en eigenlijk alles doen. Het zijn een soort getekende reportages, zijn het wel. Maar het is ook heel persoonlijk, hè? Het is ook heel subjectief. Dus het gaat enerzijds wel over mij, wat ik zie en wat ik denk. Maar ik gebruik het natuurlijk wel om als inzet om ook dingen tot verbeelding te laten komen. Of om dingen te vertellen. Mijn werk begeeft zich steeds minder binnen die kunstwereld. Dus ik publiceer in de krant en ik maak boeken die niet op de kunstafdeling liggen. Maar ja, voor mijn gevoel ben ik gewoon nog steeds kunstenaar. De technieken zijn klassiek. Tekenen, geluid opnemen, foto's maken, filmen. Ja. Maar de mix is experimenteel. En dat is heel spannend. Omdat we ook niet zo goed wisten hoe het eruit zou gaan zien uiteindelijk. En wat ik heel mooi vind aan
aan het werken nu in het team, zoals met Jan en Martijn, is dat Jan zijn werk natuurlijk zich kenmerkt door een soort subjectieve laag. Vanuit zijn eigen interpretatie van bepaalde plekken of bepaalde belevenissen. En dat fotografie of film wel heel erg gezien wordt als een objectief medium. En de uitdaging voor mij zat heel, heel sterk in of je die subjectieve laag met die objectieve laag kon mixen. Nou goed, daar hebben we ook heel erg mee geworsteld, maar uiteindelijk is dat volgens mij wel op een bepaalde manier gelukt. Soms komt het heel mooi samen en dan ben ik echt verrukt en denk, wauw, wat... Dan is het eigenlijk heel vanzelfsprekend ook. Hè? Dat het dingen door elkaar vloeien of dat je geluiden hoort, er doorheen wandelt. Dus ik ben er heel blij mee. En ik denk dat als het dus lukt, als de disciplines elkaar versterken, mm-hmm. dat dan de ervaring bij de kijker heel krachtig wordt. Dat je het gevoel hebt dat je echt die wereld ingaat. Dat je zintuigelijk aangesproken wordt. Als je naar een tekening kijkt, die is niet zo precies als een foto. Dus je moet eigenlijk zelf ook een beetje aan het werk. Je verbeelding moet aan het werk. En ik heb het idee, als je mensen een beetje aan het werk zet, dat ze dan jouw verhaal beter ervaren. Het Engels is er een mooi woord voor, immersive storytelling. Mensen onderdompelen in een verhaal. En dat lukt beter met deze techniek, denk ik. Ja. Maar in feite is het eigenlijk een kijkdoos. Dus het is heel klassiek. Het is een bewegende kijkdoos.